De sociale voorzieningen van Suriname zijn niet beperkt tot mensen die in Suriname zijn geboren en de Surinaamse nationaliteit dragen. Dit verduidelijkte ad interim minister David Abiyamofo van Justitie en Politie gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. In zijn reactie op vragen van DNA-leden benadrukte de bewindsman dat er niet verschillende categorieën Surinamers zijn. De personen die door naturalisatie Surinamer worden, hebben dezelfde rechten als de overige Surinamers. De Surinaamse nationaliteit verkregen, ja, dan maken ze... ze zijn daarmee gelijkgesteld aan de overige Surinamers. En indien deze personen het verzoek doen voor naturalisatie en voldoen aan het wettelijk kader in zaken verkrijging van de nationaliteit, ja, kunnen deze personen niet geweigerd worden op grond van het al dan niet hebben van, niet hebben van een beroep. Daarnaast zullen deze personen, indien ze voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen, koopkrachtversterking was genoemd, basiszorgverzekering, ja, zij kunnen dan ook in aanmerking komen voor die sociale voorzieningen, omdat ze al eenmaal de Surinaamse nationaliteit hebben, voorzitter. De bewindsman haalde verder aan dat in de afgelopen 4 jaren middels 2 ontwerpwetten 124 personen de Surinaamse nationaliteit hebben verkregen door naturalisatie. Op vragen van DNA-leden liet Abiyamofo weten dat er geen achterstanden zijn in het behandelen van naturalisatieverzoeken. Thans ligt onder uw hamer de behandeling van de wetsontwerpen die betrekking hebben op de lijsten 34, 35 en 36. Lijst 37 is reeds naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken gestuurd ter screening, voorzitter. Ten aanzien van de vraag over naturalisaties via de president, dat is conform artikel 16. Het gaat om in totaal, ik dacht lid Parmisser stelde die vraag, het gaat om 130 naturalisaties in de afgelopen 4 jaar. De bewindsman erkent dat er gewerkt moet worden aan een bevolkingspolitiek in Suriname. De regering is bezig te werken aan een eenduidig migratiebeleid, aldus Abiyamofo.